Dag beste jongens en meisjes van het vijfde jaar. Ik hoop dat alles goed gaat met jullie en dat je de coronaperiode toch op een goede manier doormaakt. Dat er niet al te veel problemen zijn in de familie of in je naaste vriendenkring en dat je toch van de vakantie wat hebt kunnen genieten. We beginnen in het tweede deel van het tweede semester. Alles loopt een beetje anders dan normaal. Hoe het allemaal zal verlopen qua evaluatie, daar zijn we nog aan het overleggen. Maar zeker is dus dat je wel leerstof moet verwerken en verwerven. En dat dat op een andere manier zal gebeuren dan je gewoon bent. Wat dit filmpje betreft zal het nogal doseren zijn. Dat betekent eenrichtingsverkeer. Ik zal uitleg geven en jullie moeten gewoon noteren. En het grote verschil met de opdrachten die je vorige week gehad hebt, is dat je nu geen oplossingenmodel krijgt of notities achteraf. Maar dat je die dus zelf moet bijhouden en dat je dus eigenlijk de les moet bijwonen zoals je dat in een gewone klassituatie zou doen, met het enige verschil dat het niet interactief is. Wat gaan we nodig hebben? De lesmaterialen-site heb je nodig, die zou je moeten klaarzetten. Wat notitiemateriaal, want die zal nu en dan uiteraard moeten noteren. En ook je handboek heb je nodig. Dat laatste is geen al te groot probleem als je dat niet bij hebt, want de teksten of filmpjes of dergelijke zullen ook online te vinden zijn. En je kan je dus daar altijd ook op richten. Ik zal het filmpje nu en dan onderbreken om je de tijd te geven om een tekst te lezen of om naar een filmpje te kijken. Dan blijf ik natuurlijk niet in beeld, maar dan zet ik het even stop. En dan kunnen jullie, nadat je de tekst gelezen hebt of het filmpje bekeken of het audiofragment hebt beluisterd, kunnen jullie de film opnieuw in gang zetten en kan je dus eigenlijk alles op je eigen tempo verwerken. Ook als ik aan het uitleggeven ben, kunnen jullie het filmpje gewoon stopzetten om notitie te nemen voor de zaken die je interessant vindt of die je, waarvan je denkt dat die zouden moeten genoteerd worden. Je hoort dat mijn stem al wat aan het glijden is. Dat is niet vanwege corona, maar gewoon, ik ben een beetje vermoeid. Maar ik hoop dus dat we er gewoon gemakkelijk door geraken door dit filmpje. We gaan eraan beginnen. Het hoofdstukje waar we het nu gaan over hebben is romantiek versus realisme. Dat is eigenlijk wel een belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van de literatuur die we aan het bekijken zijn. Omdat je eigenlijk alle literatuurstromingen na realisme en romantiek eigenlijk bij een van die twee kunt onderbrengen. Het zijn dus met andere woorden de hoofdstromingen binnen onze literatuur, binnen de schilderkunst, binnen alle kunstrichtingen eigenlijk. Romantiek versus realisme. Voilà, ik ben terug en daarmee zie je onmiddellijk dat ik niet alle stukjes in één keer opneem. Ik heb mijn trui afgedaan omdat het hier even te warm is. Ik stel voor dat we eens naar de site gaan, de lesmaterialen site. Ik zal die delen met jullie zodanig dat je dat kan zien. Als je naar Nederlands 5 gaat en je klikt verder naar romantiek en realisme onderaan die pagina, dan kom je op deze pagina terecht. En dan staat daar een link cursus romantiek versus realisme. Je mag die eens openen. En dat is het hoofdstuk in de cursus. Je ziet romantiek versus het realisme. Dat zijn twee brillen waardoorheen we kunnen kijken als we naar de werkelijkheid kijken. Vandaar de titel, de werkelijkheid door twee brillen. Ik weet niet of jullie doorhebben wat al deze figuren met elkaar gemeen hebben. Dit is Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Jim Morrison van The Doors. Kom op haar naam. Janis Joplin. En Amy Winehouse. Ja, wat hebben die gemeen? Die behoren tot Club 27. En wat is Club 27? Dat zijn bekende figuren die op hun 27ste gestorven zijn. Zij het door zelfmoord, zij het door een overdosis aan drugs, zij het in een ongeval. James Dean bijvoorbeeld hoort daar ook bij. Maar die is misschien wel van voor jullie tijd. Nu, we gaan eens luisteren naar een liedje. Kijken naar een liedje eigenlijk van Kurt Cobain. Die hoort daar dus ook bij die Club 27. En die heeft in april 95 zelfmoord gepleegd. En dat kwam uiteraard voor zijn fans heel hard aan. Ik weet nog dat veel van mijn vrienden toen echt wel down waren, omdat ze daar grote fan van waren. En voor we aan de tekst van Peter Steins beginnen, staat er. Die tekst staat op de volgende bladzijde.
beluisteren, of lezen we toch eerst even de tekst van Where Did You Sleep Last Night, terwijl we het liedje beluisteren. Je vindt de link naar het lied ook op de lesmaterialen site. Hier, Where Did You Sleep Last Night, Nirvana. Dus gelieve daar nu eens naar te luisteren, dan leg ik even de opname stil. Voilà, je hebt het lied beluisterd. Ik deel even de vragen met jullie, die we eens gaan overlopen. Waarover gaat dit lied? Ja, je zal wel gemerkt hebben dat het een murder ballad is, een moordliedje. Het gaat eigenlijk over een man die verblind is door lust en die daardoor de echtgenoot van zijn maîtresse heeft vermoord. Zijn maîtresse is de vrouw waarmee hij dus een buitenechtelijke relatie heeft. En is daardoor door die moord in de gevangenis geraakt. En daar stelt hij nu vast dat zijn vrouw hem nu ook weer niet trouw is. Dus een murder ballad, een moordenaar die in de gevangenis terechtgekomen is. Ja, die slotwoorden, daar gaan we het in de volgende bespreking nog over hebben. Maar het is natuurlijk, ze worden geschreeuwd. En waarom worden ze geschreeuwd? Dat wordt in de volgende vragen duidelijk. Want welke emoties legt Cobain in zijn interpretatie van de tekst? En welke instrumenten helpen hem daarbij? Ja, wat opvalt zijn de instrumenten, de bas en de cello natuurlijk. Die nogal wat bromgeluiden, neerslachtige geluiden, die melancholie en tristesse uitdrukken. En die eigenlijk meehelpen opbouwen naar die eindschreeuw die hij dan geeft. Het is eigenlijk een soort van pijn die hij uitdrukt. Pijn aan de wereld. Hij is dodelijk teleurgesteld in het leven, zou je kunnen zeggen. Net zoals die man die dus... die moordenaar die in de gevangenis zit, zou je kunnen denken dat Kurt Cobain hier zelf ook dodelijk teleurgesteld is in het leven. Want dit liedje is eigenlijk opgenomen korte tijd voordat hij zelfmoord heeft gepleegd. Het was eigenlijk zijn zwanenzang. Een zwanenzang is het laatste lied dat een zwaan zingt vooral hij ze sterft. En figuurlijk betekent dat dus ook het laatste lied dat Kurt Cobain gezongen heeft voor hij stierf. Ja, er zit dus een pauze halverwege het lied. Daarover gaat de volgende vraag. Ja, dus die spanning opbouwen natuurlijk. En ook stem geven aan die cello en die bas om die melancholie, die tristesse, dat ze ontgoocheld zijn in het leven, tot uitdrukking te brengen. Ja, wat is je uiteindelijke oordeel over dit lied? Dat moet je zelf uitmaken natuurlijk. Ben je het eens met wat recensent Peter Steins schrijft? Dat gaan we zo dadelijk zien. Maar een interessante vraag is wel ook waarom de grunge groep waarvan Cobain de leadzanger was, Nirvana heet. Zou dat een statement kunnen zijn? Wel, Nirvana, dat is eigenlijk een term uit het boeddhisme. Gaat eigenlijk over het boeddhistische hiernamaals. Het is een soort van toestand van rust waarin je volledig onthecht bent van de aardse problemen, van de aardse lasten. En dus is het eigenlijk een verlangen naar de dood dat ook in die naam van de groep wordt uitgedrukt. Een soort verlangen weg van hier, een soort verlangen weg van de pijn aan de wereld die hij hier beleeft. Dus eigenlijk was Kurt Cobain in dat opzicht wel een heel romantisch zanger, want die pijn aan de wereld, Weltschmerz noemt men dat, dus het Duitse Welt en Schmerz, Weltschmerz, dat is iets wat typisch is voor de romantiek en wat we nog een paar keer gaan tegenkomen. Je noteert dat woord dus best eens. Weltschmerz is pijn aan de wereld, is iets typisch romantisch. Dus dit als inleiding om eens te tonen wat eigenlijk romantiek kan inhouden. Romantiek is niet wat we traditioneel, wat veel mensen onder romantiek verstaan, namelijk etentje bij kaarslicht enzovoort en liefde en wat weet ik allemaal. Nee, romantiek in de literatuur heeft een andere betekenis. En één van de kenmerken is dus eigenlijk dat men onvrede heeft met de wereld, dat men niet content is met de wereld waarin men leeft en dat men eigenlijk verlangt naar iets anders. En dat iets anders is dan ook heel vaak de dood. Vandaar dus dat die vijf figuren die eraf gebeeld staan eigenlijk wel romantische artiesten kunnen genoemd worden in dat opzicht. We gaan eens verder met de cursus, de tekst zelf van Kurt Cobain, Bang voor oud en verveeld. Ik stel voor dat jullie die eens lezen samen met daarna dan de afscheidsbrief van Cobain. En probeer eens weer te geven wat dan eigenlijk de reden was voor zijn dood. Met welke woorden zou je zijn motivatie kunnen omschrijven?
De tekst van Kurt Cobain toont dat de reden waarvoor hij zelfmoord heeft gepleegd, dat dat verveling was. Angst voor verveling. Hij vond de kick niet meer die hij in het leven wou vinden. It's better to burn out than to fade away, zegt hij. Het is beter om onmiddellijk op te branden dan als een kaarsje uit te doven. Hij moest een kick hebben in het leven en die vond hij niet meer. We noemen dat in de literatuur veldsmerts. Ik ga even de cursus met u delen. Ik heb het woord erbij gezet. Voilà, veldsmerts. Dat woord zou je zeker moeten onthouden. Dat is een Duits woord, zoals je ziet. En het betekent dus wereldpijn. Ik heb het daarnet al laten vallen. Maar het is dus iets wat typisch is voor de romanticus. Namelijk die pijn aan de wereld. Het niet meer geïnteresseerd zijn in de wereld. Onvrede hebben met de wereld. En willen vluchten naar een andere realiteit. Wat dat dan die andere realiteit kan zijn, dat gaan we straks bekijken. We gaan eens verder naar de cursus. Daar zie je 4 schilderijen staan. Onderstaande schilderijen hebben ook de dood als thematiek. Maar kan je dan daarom al onmiddellijk zeggen dat dat romantische schilderijen zijn? Het is niet omdat iets over de dood gaat dat het romantisch is, natuurlijk. Op welke manier wordt de dood erin voorgesteld? Dat is de vraag. Het is de manier van dingen voorstellen die bepaalt welke stijl een kunstwerk heeft. Zij het literatuur, zij het schilderijen, zij het beeldhouwwerken. De stijl waarin die boodschap gebracht wordt. En als je kijkt naar die 4 schilderijen, dan heb je inderdaad iets met de dood te maken. En die linksboven, daar zie je een man die eigenlijk ja, bijna het enige lichtpunt in de schilderij is. En die toch in het schilderij is. En die toch zal geëxecuteerd worden. Hij ziet er heel heroïs uit. Het is alsof hij uit... Het is niet alsof. Hij sterft uit patriotisme. Hij is de held. De schilder heeft hier eigenlijk een heel subjectieve weergave van iets wat een doodstafereel zou moeten zijn. Maar hij geeft een heel subjectieve weergave van dat personage daar in het midden. Hij wordt als een held voorgesteld. Alles is heroïser, heldhaftiger dan het eigenlijk in werkelijkheid wel zou geweest zijn. Dus het is heel subjectief. Het geeft een subjectieve weergave van een werkelijkheid. Rechts kan je dat ook zeggen op dat vlot. Dat heeft ook met de dood te maken, maar die dood wordt daar ook heroïser voorgesteld. Men strijdt tegen de natuurelementen. Je kan een dergelijk tafereel nooit in werkelijkheid tegenkomen. Je kan moeilijk zeggen dat dat precies een foto is van de werkelijkheid. Dat is het zeker niet. Het is een heel subjectieve, gevoelsmatige weergave van de werkelijkheid. De schilder heeft er echt wel zijn eigen kijk op en hij beoordeelt die mensen op dat vlot als heldhaftigen die de storm trotseren of toch proberen te trotseren. Linksonder heb je ook de kunstenaar die gestorven is, waarschijnlijk zelfmoord. Het lijkt een passionele moord. Dat is geen objectieve weergave van iets. Hij ligt daar in een verwrongen houding. De passie druipt eraf. Het is een heel subjectieve weergave. En rechts onderaan kan je ook moeilijk zeggen dat dat een realistisch schilderij is. Dat dat de werkelijkheid is die wordt weergegeven. Want de demonen die op het lichaam van die gestorven vrouw zitten, dat kan je moeilijk realistisch noemen. Het is de interesse in een andere realiteit dan de realiteit die we hier hebben. Wat die 4 schilderijen dus gemeen hebben, ze zijn alle 4 romantisch, is dat ze die veldsmerts toch uitdrukken, de onvrede met hoe de situatie objectief gezien is, maar ze vluchten naar een andere wereld, naar een, in dit geval de dood, die op een heel aparte, subjectieve manier wordt voorgesteld. Als je dat vergelijkt met de 2 andere schilderijen, dan is dat helemaal anders natuurlijk. Je ziet hier ook taferelen die met de dood te maken hebben, met een begrafenis, maar de schilder heeft daar geen subjectieve weergave van gemaakt. Hij heeft dat heel objectief proberen weer te geven. Hij heeft dat proberen weer te geven als une tranche de vie, als een schel leven. Dat is ook een term die je zou moeten onthouden en die met realisme te maken heeft. Namelijk, une tranche de vie betekent dus inderdaad een schel leven. Hij probeert gewoon een fragment uit het leven zo objectief, zo zakelijk mogelijk weer te geven. Voilà, we gaan eens naar nog wat andere schilderijen die niks met de dood te maken hebben, maar die ook romantisch of realistisch kunnen genoemd worden. Punt is namelijk dat de stijlstroming die na romantiek en realisme komen, die neigen altijd naar één van beide
ik heb al gezegd dat het de twee hoofdstromingen zijn. En je kunt eigenlijk alle andere stijlstromingen, alle andere kunstrichtingen, kan je eigenlijk onderbrengen in één van die twee polen. En als je de geschiedenis van de literatuur, van de kunst in het algemeen doorloopt, dan zie je dat daar telkens een pendelbeweging ontstaat. Dat, een kunststroming is altijd de reactie op een vorige stroming en neigt altijd van een realistische pool naar een romantische pool. Maar daar kom ik later op terug. Als je die schilderijen hier bekijkt, dan zie je dat het schilderij hier, Nighthawks, dat een realistisch schilderij is. De schilder geeft dat weer, zoals het een foto zou kunnen zijn, heel objectief, zakelijk. Daar zit geen subjectieve boodschap in, er wordt niks verheerlijk, er zit geen sentiment in. Gewoon een zakelijke, realistische weergave van de werkelijkheid, de tranche de vie. En dat kan je van de foto of het schilderij rechtsboven ook zeggen. Dat kan je van het schilderij linksonder ook zeggen. Je kan het niet zeggen van het schilderij rechtsonder. Daar geeft de schilder een heel subjectieve weergave van een tafereel. Namelijk mensen op een schip, breuk, die de natuurelementen proberen te trotseren. Dat overweldigende van de natuur is een heel subjectieve kijk. Dat is niet iets wat je zomaar une tranche de vie kunt noemen, maar de schilder geeft er echt wel zijn eigen kijk op en geeft daar dus een subjectieve weergave. Zo hebben we er dus nog een paar schilderijen, daar van Stalin. Welk schilderij van zichzelf zou dictator Stalin verkozen hebben, denk je? En waarom? Dan denk ik dat iedereen het wel met me eens zal zijn dat Stalin zelf dat rechtse schilderij zou gekozen hebben, omdat hij daar heel subjectief wordt voorgesteld, heel gevoelig, sentimenteel. Hij houdt een kind in de armen, dus men speelt in op het gevoel. De maker van het schilderij is alleszins niet objectief, is zeer subjectief, heeft subjectieve bedoelingen. Alles wordt heroischer, grootser voorgesteld dan hij werkelijk is. Terwijl links is dat eerder realistischer, is dat objectiever, straalt dat geen positiviteit of negativiteit uit, is dat gewoon een objectieve zakelijke weergave van Stalin. Uiteraard zou hij als dictator het liefst dat rechtse gehad hebben om zichzelf bij mensen geliefd te maken, dus om op het gevoel in te spelen. Dus gevoel is inderdaad ook wel iets wat bij de romantiek sterk aanwezig is, uiteraard. We gaan eens proberen te schematiseren, staat daar. Welke argumenten heb je nu gebruikt om bij de ene schilderij een romantiek en bij de andere realisme te plaatsen? Als je daar zelf eens over nadenkt welke woorden nu vaak gevallen zijn of welke woorden je er nog kan bij verzinnen, dan zou je tot de volgende tweedeling moeten kunnen komen. Romantiek, dat heeft vooral te maken met gevoel en vooral met een verhevigd gevoel. Dus een heel intens gevoel. Het is daardoor dus ook subjectief in die zin dat de schrijver, de schilder, de zaken subjectief weergeeft, een eigen visie geeft die heel gevoelig is en die zich baseert op sentiment, op gevoel dus. Het heeft heel vaak te maken met een vlucht naar een heroïsch verleden, naar de natuur, een hang naar vrijheid. Men noemt dat in de literatuur zinzucht. Je ziet dat heel wat termen in de literatuur Duits-talige termen zijn. Zinzucht is dus eigenlijk het verlangen naar, het hunkeren naar iets wat elders is dan hier. En dat is een typisch gegeven voor de romantiek natuurlijk. Dat verlangen kan een verlangen zijn, uiteraard altijd naar vrijheid, naar het weg van hier. En men kan dat in verschillende dingen vinden, zoals in het heroïsch verleden. Zoals we al een paar voorbeelden gezien hebben met de vrijheid leidt het volk bijvoorbeeld. Zoals in de natuur met die man boven de wolken. Zoals in een droomwereld, een wereld die niet bestaat met die demonische figuren enzovoort. En het gevoel van waaruit men vertrekt is dus altijd veldschmerz, pijn aan de wereld, het niet eens zijn met de situatie op deze wereld hier, onvrede met de wereld. Realisme daartegenover is veel zakelijker, is gewoon zakelijk, is heel objectief, realistisch, is het hier en nu, zoals we gezegd hebben, une tranche de vie, een schel leven die heel objectief wordt weergegeven, zonder enige subjectiviteit van de schilder, van de schrijver, die er geen eigen gevoel wil inleggen. Dat is de grote tweespalt tussen romantiek en realisme. En zoals gezegd zijn dus dat de grote stromingen, waaronder eigenlijk alle latere stromingen wel
kunnen ondergebracht worden. Elke latere stroming neigt naar ofwel de kant van romantiek, ofwel de kant van het realisme. En als je doorheen de geschiedenis kijkt, en dat is wel een belangrijke opmerking, dan zie je dat dat eigenlijk een soort van pendelbeweging is, dat dat een heen en weer slingeren is tussen een romantische pool en een realistische pool. Als het slecht gaat in de wereld, dan zullen eerder de stromingen die romantisch zijn de bovenhand halen, omdat men dan droomt van een andere wereld, weg wil, veldsmerts ervaart, zeenzucht, dus die hunker naar een andere wereld, naar een betere wereld, naar het verleden, naar de natuur, enzovoort. Als het goed gaat in de wereld, dan gaat men zich meer en meer focussen op het hier en nu en zal hij eerder realistische stromingen hebben. Volgende opdracht, we gaan eens kijken naar de kenmerken van de romantiek, nu meer geordend, aan de hand van een reportage. Je vindt die op de lesmaterialen-site, dus als je naar de site gaat, dan vind je die hier, inleiding op de romantiek. Bekijk dat eens, en dan kom ik straks terug. We hebben de reportage romantiek bekeken. We gaan eens de vraagjes overlopen. Noem de begrippen die in het begin van de reportage genoemd worden. Ja, dat zijn begrippen die natuurlijk typisch zijn voor de romantiek. Wat heeft men gezegd? Gevoel, fantasie, verbeelding. Die twee zijn natuurlijk hetzelfde. En het raadselachtige. Het raadselachtige is iets wat inderdaad heel vaak in de romantiek terugkomt. Omdat dat te maken heeft met interesse in wat onbereikbaar is. Weg van hier, zinzocht naar iets wat men niet kan bereiken. Waar ontstond de romantiek? Die ontstond in Duitsland, is gezegd. En waartegen was het een reactie? Ja, het was zoals er meer filosofische en culturele stromingen inderdaad in Duitsland dat het begon. En het was een reactie tegen de verlichting. Want de verlichting, daarin stond de reden, het verstand centraal. En men wou dus terug naar gevoel, naar emotie, naar spontaniteit, naar intuïtie. Dus naar dingen die met sentiment, met gevoel, met het mysterieuze te maken hadden. En niet zozeer, of totaal niet meer, met wat redelijk kon begrepen of vastgelegd worden. Waar komt de naam romantiek vandaan? Ja, die komt van romances. Vandaag de dag verstaan we daar iets anders onder een romance. Maar een romance was een verhaal, of waren romances, waren verhalen over de droom om een bepaalde andere realiteit te bereiken, een realiteit van volmaaktheid. Dus de hunker naar volmaaktheid. En dat is natuurlijk iets wat typisch is voor romantiek. Dus romantiek is eigenlijk letterlijk de hang naar volmaaktheid zoals men die in die verhalen, de romances, ook had. Welke twee vormen van romantiek worden genoemd? Ja, men spreekt over de universele romantiek. Daar heeft men interesse in de natuur, in de wereld, ziel, zegt men dan, in het kunstzinnige zelf. Terwijl daartegenover staat, maar daartegenover een andere vorm, is de nationale romantiek, waar men vooral geïnteresseerd is in de geschiedenis van het land, in de taal van het volk. Je ziet dat bijvoorbeeld bij Hendrik Conscience, die het over de leven van Vlaanderen heeft. De taal van het volk, de gebroeders Grimm bijvoorbeeld, die aan taalonderzoek doen vanuit romantische overwegingen, vanuit trots op hun vaderland. En interesse in volkscultuur dus. Die hebben verhaaltjes verzameld, zoals je vorig jaar gezien hebt, om die eigen volkscultuur te bewaren. Dat zijn dus romantische overwegingen. Waarom was de filosoof Herder belangrijk? Ja, wel, die had een dynamische visie op de geschiedenis. Die zei dat elke periode zijn eigen waarde had en dat men dus, of elke regio ook zijn eigen waarde, en dat men dus zich wel eens moest verplaatsen in een andere cultuur om die te kunnen begrijpen. Dat was eigenlijk een nieuwe gedachte. Nu vinden we dat normaal, maar toen was dat een nieuwe gedachte. En dat heeft dus ook voor die hunker naar andere culturen of naar het verleden gezorgd, mee ervoor gezorgd. Dat is een belangrijke vraag. Welk groot interesseveld kent de romantiek als gevolg van de desillusie in de industrialisering, techniek en steden? Ja, die industrialisering en techniek hadden natuurlijk inderdaad voor een illusie gezorgd, omdat die de vrijheid beknotten. Dus er was weer de hang naar vrijheid en wat staat tegenover industrialisering, techniek en steden. Ja, daar staat de natuur tegenover natuurlijk. Dus de natuur is een zeer groot interesseveld in de romantiek en neemt zelfs religieuze proporties aan. We zullen dat later bij gezellen ook zien, dat die romantiek echt wel iets is wat als goddelijk gezien wordt. Nu, wat is die kentering, wat heeft dat voor gevolg voor de status van de kunstenaar? Wel, men
heeft alles te maken met die hunker naar vrijheid, natuurlijk. Pardon. Voorheen werden kunstenaars gezien als ambachtslieden die in opdracht werkten en die zich moesten aan bepaalde regels enzovoort houden. Nu was de kunstenaar iemand die vrij was en die zijn eigen ding kon doen. En men keek dus op naar die kunstenaar, want hij beheerste de fantasie, hij beheerste de creativiteit, hij kon gestalte geven aan gevoel enzovoort. En dus kreeg hij een zekere status, hij werd een artistiek genie. Men keek naar hem op, terwijl men anders voorheen zag men een kunstenaar gewoon als iemand die een job uitoefende. Welke andere interessevelden worden genoemd? En wat is dan het overkoepelend thema? Dat overkoepelend thema, dat zou je nu toch al door moeten hebben. Maar de andere thema's of interessevelden die genoemd worden zijn dus het mysterieuze, de dood, de duisternis, de geschiedenis, de natuur. Dus het heeft allemaal te maken met het onbereikbare waar men naar verlangt, die zinzucht. Waar men dus het weg van hier, de veldschmerz en zinzucht, het verlangen naar andere realiteiten, naar andere dingen dan het hier en nu. Hoe kwam de nationale romantiek in onze streken tot uiting? Wel ja, daar had men dus grote interesse voor het eigen verleden. Natuurlijk, men was trots op zijn eigen land, op zijn eigen geschiedenis, op zijn eigen cultuur. Het voorbeeld voor Vlaanderen is natuurlijk de Leeuw van Vlaanderen, wat in de romantiek geschreven is, 19e eeuw dus, maar wat zich voorgedaan heeft in 1302 natuurlijk. Dus zoveel eeuwen later wordt daarover geschreven, wordt dat heel heldhaftig voorgesteld, terwijl eigenlijk de Gulden Sporenslag maar een kleine slag was en men er veel meer verloren heeft dan dat men er gewonnen heeft. Dus dat wordt totaal geromantiseerd door Hendrik Conscience. Welk subgenre van de romantiek wordt genoemd? Ja, men spreekt in de reportage over de zwarte romantiek en dat past natuurlijk ook weer in dat beeld van die interesse in het duistere, in het onbekende, maar het gaat zelfs verder hier. Het gaat ook over interesse in zelfdestructie, in zondig zijn, in wat niet hoort, wat anders is dan het hier en nu ook weer. Die zelfdestructie komt bijvoorbeeld sterk naar voren in het werk Die Leiden des jungen Werthers, het lijden van de jonge Werther van Goethe, waarin verteld wordt over een jonge man die uiteindelijk de dood vindt door zelfdoding. Een andere bekende naam is Edgar Allan Poe, die ook over dat mysterieuze, dat occulte, die zwarte magie enzovoort schrijft. Kan je dus de link leggen met de inleiding op dit hoofdstuk en op de romantiek? Het gaat net zoals bij Kurt Cobain over die zinzucht, over die onvrede met het hier en nu, het wegwillen van hier, de veldsmerts en het gevolg daarvan dus, zoals ze zegt, die zinzucht. Volgend opdrachtje, de tweespalt realisme-romantiek ontstond in de 19e eeuw. We hebben nog altijd realistische, romantische werken. Zoals ze zegt, kan je eigenlijk alle stromingen bij de ene of de andere onderbrengen, maar het is ontstaan in de 19e eeuw. Lees eens onderstaande tekst die daar in de cursus staat en soms de vier sleutelwoorden die de romantiek daar kenmerken. Som die eens op. Als je de tekst over romantiek en de vier pijlers gelezen hebt, dan las je in de inleiding dat er mensen waren die bang waren van de romantiek, omdat die interesse voor dat destructieve, dat onheilspellende, dat onbereikbare hen toch wel wat bang maakt. Maar dat is natuurlijk een beperkte visie op de romantiek, want er zijn een aantal kenmerken die minstens even belangrijk zijn in de romantiek. En de eerste die genoemd werd in de tekst was originaliteit, individualiteit. En dat kunnen we natuurlijk linken aan die idee van het artistieke genie. Voor de romantiek was een kunstenaar iemand die in opdracht dingen uitvoerde, die gebonden was aan regels. Maar nu is het artistiek genie, is de kunstenaar veel vrijer in wat hij doet. Wordt hij gezien als iemand die gevoel en verbeelding tot uiting kan brengen op een heel originele manier. En daardoor wordt hij dus een genie en krijgt hij een aparte status. Krijgt hij de status die artiesten bij ons vandaag de dag ook krijgen. Waar dat voorheen dus totaal het geval niet was.
Het tweede wat genoemd wordt, zijn die onverklaarbaarheden waarin men geïnteresseerd is. Uiteraard, als je weg wil van het hier en nu en je verlangt naar die onbereikbare wereld, dan ben je geïnteresseerd in die onverklaarbaarheden, zoals spoken, demonen, heksen, want die zijn natuurlijk veel interessanter dan de huidige realiteit waarin je gevangen zit. Een derde ding, en dat heeft daar ook mee te maken met die zeenzucht, is de geschiedenis. Men heeft een grote interesse voor de vaderlandsgeschiedenis, voor de volksverhalen, voor verhalen die door mondelinge overlevering tot bij ons gekomen zijn. Dus die interesse in het verleden, meestal het heroïsche verleden, men is trots op zijn eigen geschiedenis. En een laatste kenmerk wat genoemd werd, was de contrastwerking. In schilderijen ga je heel vaak, of in literaire werken, ga je heel vaak dingen tegenover elkaar gesteld zien. Jonge natuur tegenover ruïne, een kind dat geboren wordt, een moeder die overlijdt, enzovoort. Om dus die gevoelens nog meer in de verf te zetten. Ik ga even terug de cursus delen. Dan vind ik dat dat stukje ook wel belangrijk is en te kennen. Ik ga het gewoon met u eens samenlezen. Over het algemeen zou je kunnen zeggen dat de romantiek voortkomt uit de onrust van de 19e eeuw. De Franse revolutie schudde West-Europa ferm door elkaar. Sociale verhoudingen die eeuwenlang vastgeleken hadden, stonden nu op losse schroeven. Een eerste vorm van industrialisatie veranderde de economische verhoudingen. Waar vroeger grondbezit de sleutel was van de rijkdom, werden nu de ondernemers rijk. De adel verloor aan macht, de ondernemende burgerij won aan macht. De oorlogen van Napoleon zetten Europa in vuur en vlam. Onrust was het gevolg. En ik had al eens aangegeven dat wanneer het niet goed gaat in de wereld, dat men vlucht in een andere wereld, dat men dus die zeenzucht heeft. En dan is dat een periode waarin romantische stijlstromingen gedijen natuurlijk. Verandering kwam in de plaats van traditie. Het neoclassieke had afgedaan. Het sleutelbegrip van de romantiek werd weg van het hier en nu. En uit die fundamentele houding volgen de meeste kenmerken van de romantische periode. Maar dat verlangen naar voortdurende verandering en die fundamentele onrust kenmerken ook nu nog de romantische mens. En je ziet dat die thema's inderdaad vandaag de dag in de kunst nog altijd aan bod komen. Maar dus die fundamentele onrust, nog eens, die zeenzucht, dat is echt wel het basiskenmerk van de romantiek. Er zijn een aantal thema's die daaruit voortvloeien en die je toch ook wel zou moeten kunnen duiden als je teksten ziet of als je schilderijen ziet. Dan kan je die termen, die ideeën gebruiken om aan te tonen dat het inderdaad romantische werken zijn. En het eerste is ja, het feit dat je natuurlijk in onvrede leeft met de huidige wereld, dat je weg wil van deze wereld. Dan begin je anders te voelen, je zet je af tegen gewone mensen en je daagt dan ook graag uit. Verzet is dus inderdaad een belangrijke karaktertrek. En in de romantiek is deze tegenbeweging tegen een bepaalde stroom in het grootst geweest. Romantiek was echt wel was een soort van verzetsbeweging. Als we later het over de punk enzovoort zullen hebben, ja, punk is ook een romantische beweging in die zin dat ze zich verzetten tegen de maatschappij. Dat is typisch voor romantiek. Want men gelooft dus niet meer dat de mens alles kan oplossen. De reden heeft gefaald. Hè? Jean-Jacques Rousseau hield een pleidooi over de natuurlijkheid en het gevoel. En in de romantiek zal het verzet tegen overheersing haar toppunt bereiken. En ook veel politiek verzet natuurlijk. Dus het is allemaal niet goed in deze wereld. Dus men verzet zich tegen alles en nog wat. Wordsworth en Coleridge willen een Amerika-gemeenschap stichten waarin iedereen dezelfde rechten en plichten heeft. Veel landen in Europa, zoals Italië en Griekenland, pleiten voor onafhankelijkheid. En deze drang komt ook naar voren in de literatuur. En een naam die je zou moeten onthouden bij de romantiek, in dat opzicht, is Multatuli, die zijn boek Max Havelaar schrijft over het fout zitten van Nederland in Indië. Dat is een politiek verzet. Dat is een typisch romantisch gegeven. Er is ook een cultureel verzet tegen de regels van het klassicisme, net zoals vrijheid in de politiek. Willen kunstenaars ook vrijheid in de kunst? Geen voorbeelden meer uit de klassieke oudheid, die heel redelijk statisch objectief in elkaar zat. En in veel romantische werken dus vind je dat verzet terug. En ook vandaag de dag nog. En we gaan eens een liedje beluisteren. Je vindt het ook op de lesmaterialen site van Jacques Brel. Het heet De Burgerij. In het Frans is dat Les Bourgeois. Ik vind het nog mooier in het Frans. Maar we gaan het beluisteren in het Nederlands. En de tekst staat hier op die pagina. Beluister het lied eens. Lees het ondertussen ook eens. En haal eens voorbeelden aan uit de tekst die aantonen waartegen
Brel eigenlijk protesteert. Voilà, nu we het lied van Jacques Brel hebben beluisterd, gaan we het eens bespreken. Waarom het eigenlijk een rebels lied is en waarom dat verzet er inderdaad in naar voren komt. De burgerij, les bourgeois. In de eerste strofe gaat het eigenlijk over het feit dat hij samen met vrienden zich bezat en dat hij telkens om 12 uur, als de burgertroep die uit Hotel de Goudfazant naar buiten kwam, dan zongen zij vunzige liedjes met de pet in de hand en scholden wij ze poep. En ze riepen ernaar: burgerij, mannen van het jaar nul, vette burgerklik, vette vieze varkens. Dus zij scholden ze eigenlijk uit, die burgerij. En later ook bleek dat ze dat een hele tijd gedaan hebben. Ze sprongen heftig uit de band in daar, bij Dikke Sjaam uit Montferland, in dat café waar ze naartoe gingen. En hij was zelfs voor zichzelf niet bang, zegt hij. En iedere keer om 12 uur, als die burgertroepen naar huis ging, dan scholden wij hen uit en zongen wij vieze, vette liedjes voor hen, om hen uit te maken. Maar nu veel later zoek ik mijn vertier s'avonds in Hotel de Goudfazant, want ik ben zelf burger geworden. En mijn kompanen ook, want Klaas is meester facteur geworden en Peer is notaris geworden. En ze doen heel dikke nekkerig. Klaas citeert nog eens uit Dante en Peer haalt Casanova aan, waar ze vroeger van droomden, maar nu doen ze heel arrogant Autain, alsof ze er alles van kennen. En ik blijf ook de superarrogante. Ik haal nog steeds mijn eigen woorden aan, zegt hij. En als we naar huis gaan, dan staat daar bij die Sjaam uit Montferland een hele troep gespuis die ons nu de buik vol scheldt, of de huid vol scheldt, moet ik zeggen, en die ons vieze vette varkens noemt. Dus het is eigenlijk een aanklacht tegen de burgerij, die omhoog geklommen dikke nekken zijn, die zich als varkens gedragen zelfs, die denken dat ze alles zijn, maar die eigenlijk gewoon omhoog geklommen arrogante mensen zijn. En het feit dat hij dat zelf geworden is, wijst natuurlijk ook op het feit dat mensen hypocriet zijn. Dus het is eigenlijk echt wel een verzetslied tegen de hypocrisie van mensen en tegen de dekkenhekkerij van de burgerij. Als we dat eens vergelijken met het gedicht van Slauwerhof, dan geeft de dichter aan waarom hij niet houdt van Nederland. We gaan het eens samen lezen. En de vraag is: waarom houdt hij niet van Nederland? En waarom zou hij dan wel willen wonen? In Nederland wil ik niet leven, men moet er steeds zijn lusten reven terwille van de goede buren. Dus hij zegt: ik wil in Nederland niet leven, want ik moet mij daarin houden, ik mag mijn lusten niet uitvoeren, omdat anders de buren kwaad zouden spreken. Dus het gaat over de buren die kalmeren zijn, die je in de gaten houden en die telkens als je een weet over de schreef gaat, die daar een heel verhaal van weten. Die gretig door elk gaatje gluren, ik ga liever leven in de steppen waar men geen last heeft van zijn naasten. Om het krijsen van mijn lust zal zich geen reiger reppen, geen vos zijn tred verhaasten. Dus ik ga liever naar daar gaan wonen waar men mij niet in het oog houdt, waar ik mijn lust kan botvieren zoals ik wil. Ik word hier geremd in Nederland, dat is veel te burgerlijk, veel te kortzichtig, veel te burgerlijk. Hé. En daarin komt het dus overeen met het lied van Jacques Brel, waarin hij de burgerij, de hypocrisie van de burgerij ook bekritiseert. De burgerij die eigenlijk ook wel hun lusten zou willen botvieren, maar die niet durft omwille van de gesprekken die door anderen zouden gevoerd worden. In Nederland wil ik niet sterven en in natte grond bederven waarop men nimmer heeft geleefd. Dus hij wil leven. Hij wil, dat is die zeenzucht weer. Dat is, ik wil weg van hier, van het hier en nu. Ik wil elders. Dan blijf ik liever hunkerend zwerven en kom terecht bij de nomaden. Mijn landgenoten smaden mij, hij is mislukt. Ja, dat ik hen niet meer kon schaden, heeft mij in vrijheid nog te vaak bedrukt. Dus hij wil leven, hij wil naar het nomadendom waar hij vrij is. Hij wil die vrijheid. In Nederland wil ik niet leven, men moet er altijd naar iets streven om het welzijn van zijn medemensen denken. Dus je moet carrière maken en je moet bezig zijn met anderen in Nederland. En het is slechts in het geniep dat je kan krenken
maar niet een fassie ranselen dat het knalt. Je mag niemand afknallen als je daar zin in hebt of een rammeling geven, alleen omdat die track mij niet bevalt. Iemand mishandelen zonder reden getuigt van tuchteloze zeden. Dus men houdt zich hier aan regeltjes en je moet goed leven. Je moet volgens de principes, volgens de regels van de maatschappij leven. En hij wil niet zo gebonden zijn. Ik wil niet in die smalle huizen wonen die lelijkheid in steden en in dorpen bij duizendtallen heeft geworpen. Daar lopen alle met een stijve boord uit stijlgevoel niet om te tonen dat men wel weet hoe het behoort. Des zondags om elkaar te groeten, de straten door in zwarte stoeten. Dus ook weer die hypocrisie, men gaat de zondag naar de mes of dat is allemaal zo ja, bekakt. De bekakte Hollanders die zich aan de regels houden en die vergeten te leven. In Nederland wil ik niet blijven, ik zou dichtgroeien en verstijven. Het gaat mij daar te kalm, te deftig. Men spreekt er langzaam en wordt nooit heftig. Ik wil een keer mezelf zijn, ik wil uit mezelf breken. Men danst nooit op het slappe koord. Wel worden weerlozen gekweld, nooit wordt zo'n plompe boerenkop gesneld en nooit, nee, nooit gebeurt er een mooie passiemoord. Alles wordt hier binnen de lijntjes gehouden. Hij overdrijft natuurlijk, het is heel passioneel met die passiemoord en het is heel heftig, heel... maar hij... Ja, hij hunkert dus naar die vrijheid, naar het mogen doen wat hij wil, niet aan redelijke regels gebonden zijn. Voilà. Een ander, dat is dus het eerste thema uit de romantiek, was verzet. Een ander thema uit de romantiek is, moet je zelf eens de vraag stellen, zoals hier in de cursus staat, is het je al ooit opgevallen dat we graag wuiven naar voorbijreizende mensen van op bruggen, over de autoweg, naar treinen, naar boten die voorbij gaan? Ja, ook in die tijd van corona hier zal er waarschijnlijk wel door velen van jullie gedacht worden van ik wil op reis, ik wil weg. Ja, blijkbaar heeft dat allemaal een aantrekkingskracht. Vooral als we dus mensen zien vertrekken op reis. Ja, hoe kan je dat verklaren? Dat is omdat je zelf ook die drang hebt natuurlijk om weg van hier, om te dromen, om dat onbereikbare te bereiken. Dus reizen is inderdaad ook wel een vaak voorkomend thema bij de romantiek. Heel wat schilderijen, gedichten en teksten gaan over reizen. In de periode voor de romantiek was dat wel anders, want dan werd reizen als iets gezien dat men probeerde te vermijden, omdat het als een straf gezien werd. Alleen als het echt nodig was, gingen de mensen op reis. De mensen van voor de industriële revolutie waren landbouwers. Die zijn sedentair, die zijn honkvaster. Reizen was een straf, dat is de oorsprong van de bedevaart ook. Je moest op reis, tegen wel en dank. Ja, hoe kun je de aantrekkingskracht van het reizen verklaren vanuit de basishouding van de romantiek? Dat zou ook al moeten duidelijk zijn. Die zeenzucht, die hunker naar het onbekende, naar de andere wereld. Nog een kenmerk in de romantiek is het extreme. Romantici houden er ook van het extreme op te zoeken. Er staat er een tekstje onder van Wikipedia. Het beschrijft de kenmerken van de heavy metal muziek. Je moet dat zelf maar eens lezen. Daarin zal je zien dat er inderdaad wel heel wat raakpunten met de originele romantiek te vinden zijn. Heavy metal is ook is een romantische stroming. Je zou het misschien niet spontaan gezegd hebben, maar omwille van dat verzet, dat die interesse in het occulte ook heel vaak, in geweld ook, in het satanische, komt heavy metal, heeft dat heel sterk gemeenschappelijke kenmerken met de romantiek. Dus dat extreme zit er ook in. Je zag dat ook al in die schilderijen, zoals we er hier ook in zien. Het extreme met die heksen-sabbat, het opiumhol en de dood. Dat zijn allemaal extreme toestanden natuurlijk. Heel wat romantische schrijvers, neoromantici bijvoorbeeld ook, zoals Jotiet Hooft, die zijn verslaafd aan drugs, omdat zij dus ook weer dat onbekende, dat onbereikbare opzoeken. Interesse van Goya in de heksensabbat, ook weer dat onverklaarbare, dat occulte enzovoort. Welke interessevelden merk je er dus nog in? Ja, die dood hebben we ook al een paar keer genoemd. Dan wat we ook al een aantal keer gezegd hebben is, als er iets is waarmee we de romantiek kunnen verbinden, dan is het wel de natuur natuurlijk. De natuur als iets om te beleven, dat was eigenlijk nieuw. Want dat komt na de industrialisatie. In het algemeen zou je kunnen zeggen dat de natuur in de romantische beleving soms gezien wordt als een plaats om thuis te komen. Ja, een hunker naar alweer. Anderzijds ook als een plek die mensen onder de indruk brengt, hem in contact brengt met zijn diepste zelfs. Dus dat intuïtieve, dat gevoelmatige, dat subjectieve, dat zit daar zeker in. Hier het overweldigende van de natuur bij Caspar Friedrichs, zijn schilderij Man over zee.
van wolken, of wandelaar over zee van wolken. En dan hier ook dat overweldigende van de natuur. De natuur die een veel groter aandeel heeft in het schilderij dan de mens die daar staat. Het is de natuur die overweldigt in beide schilderijen. Lees eens dat gedichtje van Martinus Nijhoff en probeer eens te zeggen waarom je dat romantisch kunt noemen. Voilà, we gaan het eens bekijken, het gedicht. Ik ga het opnieuw even delen. Voilà. Waarover gaat het dus eigenlijk? Ik hoop dat je gezien hebt dat er vooral wat natuur, veel natuur in voorkomt. En dat het eigenlijk ook gaat over het verleden van de moeder. Ik droeg nog kleine kleren en ik lag lang uit met mijn moeder in de warme hei. De wolken schoven boven ons voorbij en moeder vroeg wat ik in de wolken zag. Dus het gaat hier over het feit dat de schrijver, laat ons hem nu Martinus Nijhoff noemen, alhoewel je niet kan zeggen dat de ik-figuur en de schrijver altijd samenvallen, maar daar gaat het nu niet over. Dus de schrijver ligt in de hei samen met zijn moeder naar de wolken te kijken. En de moeder vraagt, wat zie je daar nu in die wolken? En hij gebruikt fantasie. Fantasie, kenmerk van romantiek. En ik riep Scandinavië en eenden en dan gaat een dame schapen met een herder en de wonder werden woord en dreven verder. Dus hij ziet in die wolken van alles en hij roept dat uit. En die wolken drijven natuurlijk wat verder en hij ziet ondertussen dat zijn moeder weemoedig, glimlachend en weent tegelijk. Dus met een traan in haar oog glimlacht ze weemoedig. En weemoed heeft te maken met hunker naar het verleden, want ze denkt terug aan haar eigen verleden. Want hij herkent hetzelfde, Martinus Nijhoff. Hij zegt, toen kwam de tijd dat ik niet naar boven keek, ofschoon de hemel vol van wolken hing. Dus ik verloor mijn kinderlijkheid, ik verloor mijn fantasie, ik had geen interesse meer in de natuur. En ik greep niet naar de vlucht van het vreemde ding dat met zijn schaduw langs mijn leven streek. Dus ik had geen interesse meer in fantasie, ik was een volwassene geworden en was heel redelijk zakelijk geworden. En nu beseft hij dat en hunkert hij terug naar dat verleden, want nu ligt hij zelf, nu ligt mijn jongen naast mij in de heide en wijst me wat hij in de wolken ziet. Dus nu doet hij hetzelfde en nu schrijf ik zelf. En hij beseft dat hij dus die kinderlijkheid, die fantasie verloren is, die interesse in de natuur. En dat is dus wat de romanticus ervaart en daarom weent hij natuurlijk. En ik zie ook in het verschiet de verre wolken waarom moeder schrijft. Hij denkt terug. Heel ver ziet hij die wolken nog die hij toen moet gezien hebben toen hij daar met zijn moeder lag. En hij beseft nu waarom zijn moeder toen schreide, namelijk zij had ook het besef dat ze haar kinderlijkheid en haar jeugd, haar fantasie, haar interesse in de natuur verloren was. Een heel romantisch gedicht dus, waarvan je de inhoud toch wel zou moeten kunnen bespreken en zou moeten kunnen aantonen dat dat romantisch is. Maar nog één oefening doen. In verband met romantiek. Er staan hier een aantal teksten en afbeeldingen die je kunnen helpen, eventueel, die allen romantisch zouden kunnen genoemd worden. En het is aan jullie om eens uit te maken waarom. Noteer eens, en maak die oefening eerst zelf, noteer eens zoveel mogelijk dingen die je herkent in de tekst, die aantonen dat de teksten of de afbeeldingen inderdaad romantisch kunnen genoemd worden. Voilà, we gaan de oefeningen zo verlopen. Ik ga de tekst erbij halen. Het eerste gedicht is dat van de Lorelei. Ik weet niet of je weet wat een Lorelei is. Dat is een zeemeermin die zit dus op de rotsen om de schepen te lokken en om die op de klippen te laten varen. Ik weet niet wat toch de reden is dat ik zo treurig ben, zegt hij. Een sprookje van lang geleden dat maalt steeds door mijn brein. Dat is zeker romantisch natuurlijk, want die onbestemde treurigheid. Hij is treurig, maar hij weet niet goed waarom. Hij voelt zich dus niet goed in deze wereld. Hij heeft een onbestemde treurigheid, een soort van weemoed. Een sprookje van lang geleden, dat maalt door mijn brein, dus die referentie naar oude verhalen ook, naar sprookjes die door mondeling overlevering tot hier gekomen zijn. De lucht is koel en het donkert en rustig stroomt de Rijn. Zie hoe de bergtop flonkert in de avondzonneschijn. Het is de schipper die aan het woord is en hij ziet het machtige van de natuur. Dus die natuur ook. En dan die jonge vrouw die daar zit, de schone jongvrouw zit er daarboven, stralend bij. Haar gouden opsmuk schittert, haar houden haarkamp, zei ze, kamt haar haren zingend al met een gouden kam. Dat is allemaal heel mooi voorgesteld. De melodie is dwingend en wonderlijk aangenaam. Dus dat
toverachtige, dat sinistere ook, waarmee zij door haar gezang de schepen lokt. Dus dat onbereikbare wezen waar hij naartoe wil, die meermin die hem lokt, maar die ook zijn dood betekent. Dus de femme fatale, de vrouw die hem tot de ondergang drijft. Dat is allemaal, allemaal typisch romantische elementen. Dat heeft met haar zingende Lorelei gedaan, dus dat fatale ook, die hang naar wat hij niet kan bereiken en de dood die daar als gevolg bij komt. De Leeuw van Vlaanderen, ja, heel bombastische taal, heel overdreven beschreven, overmaat van gevoel. Die idealisering ook van het verleden, de Gouden Sporenslag, ja, het is overdreven voorgesteld. Het was maar een kleine slag. Ze hebben er veel meer verloren dan dat ze gewonnen hebben. De onmenselijke moed van de Vlamingen, bijna die hier beschreven wordt. Het is een gevecht van David tegen Goliath dat ze gewonnen hebben. En dan het vrede bloed, de schuim op de mond, die bombastische taal, die overhoop geworpen, uiteengedreven. Dat zijn allemaal dingen die je zeer subjectief kunt noemen. Dus die interesse in de heroïsche geschiedenis van Vlaanderen, die heel overdreven bombastisch wordt voorgesteld. Dan I Wandered Lonely as a Cloud. Ik dwaalde eenzaam maar wat ronddreef als een wolk met winden mee. Het doet bijna denken aan dat schilderij van Caspar Friedrich. Dat denk ik ook nog komt hier aan dat schilderij. Het is precies alsof hij ook over de wolken wandelt. Dus dat overweldigende van de natuur. Die fascinatie voor en de verheerlijking van de natuur. Die mooie bloemenzee, die ononderbroken bloemenpracht. Dat fonkelend en fraai duel. Ja, de verbeelding ook die er naar voren komt, is die fantasie waarmee hij uitpakt. Hij voelt zich ook niet thuis op deze wereld. Nee, ik dwaalde eenzaam maar wat rond, dus die veldschmerz. En hij koestert zijn eenzaamheid ook op een bepaald moment. Zie ik ze voor me en ik zeg dank voor deze gift van eenzaamheid. Dus dat individualisme, dat is typisch. Die zeenzucht ook weer typisch romantisch. Hij bedankt dus voor de gift van eenzaamheid. En dan de klokkenluider van de Notre-Dame, dat is heel gepast dat daar een afbeelding bij staat, want daaruit blijkt natuurlijk die fascinatie voor dat angstaanjagende, dat gruwelijke. En ook die bombastische taal die er weer in voorkomt. Hè? De uitpuilende ogen, die schrikwekkende groep van de man en het jonge meisje. Dat afgrijzelijke ogenblik, een duivelse lach, dat zijn heel bombastische, subjectieve woorden natuurlijk. En dat afgrijzelijke komt dan inderdaad sterk naar voren. Interesse voor het onnatuurlijke, het bovennatuurlijke, moet ik eigenlijk zeggen. Dan het lijden van de jonge Werther, die titel hebben we al eens laten vallen. Ja, dat is zeer gevoelsgeladen natuurlijk. Hè. Die wanhoop die eruit voorkomt, dat zelfbeklag, dat is zeer subjectief. Die fascinatie voor de dood, uiteraard. In deze kleren wil ik worden begraven. Mijn ziel zweeft boven mijn doodskist. Dat pathetische, overdreven gevoelige komt erin natuurlijk. Dan bij F had je die grillige natuur kunnen benoemen. Het dramatische ook dat daarin zit. Dus dat overweldigende van de natuur. Het is bijna meer wolken op het schilderij dan dat er iets anders. Het is niet bijna meer wolken, het is meer wolken of wat is het? Snowstorm is het eigenlijk. Ja, Hannibal en his army crossing the Alps. Je moet daar goed kijken om Hannibal te zien. Het is die natuur die meest in het oog springt. En dan hebben we die nachtmerrie daar van Fuseli. Die hebben we ook al eens gezien. Hè? Fascinatie voor het gruwelijke, dus het mysterieuze, het irrationele, de fantasie. Dat is romantisch. En dan natuurlijk H is weer dat individualisme, de eenzaamheid van de mens en ook het overweldigende van de maatschappij, het mysterieuze van, niet van de maatschappij, van de natuur, het mysterieuze van de natuur. Voilà, dan gaan we eens het hebben over romantische ironie. En daarvoor zou je eens naar een filmpje moeten kijken dat op de lesmaterialen site staat, getiteld Romantische Ironie. En de bedoeling is dat je achteraf eens zou kunnen zeggen wat je daar nu onder verstaat, onder romantische ironie. Je vindt de tekst hier in de cursus en ook een stripversie ervan. Mocht u dat interesseren, bekijk dat ook eens.
Maar bekijk eerst eens het filmpje op de lesmateriaal site. Voilà, ik hoop dat je van het filmpje genoten hebt. Ik vond dat alleszins een goede bewerking van Piet Paaltjes aan Rika. Maar waarom wordt het romantische ironie genoemd? Natuurlijk wel, ironie is, een van de betekenissen van ironie is dat je spot met dingen. En hier wordt inderdaad ook wel gespot met romantiek door overdrijving. Hè. Hij relativeert eigenlijk zijn eigen uitingen door ze zodanig overdreven voor te stellen dat hij ermee gaat spotten. Die gevoeligheid wordt eigenlijk het dramatische wordt overgedramatiseerd en daardoor wordt het eigenlijk een beetje lachwekkend. Je zou het kunnen vergelijken met een smartlap. Als je niet weet wat een smartlap is, moet je maar eens luisteren naar André Hazes of zo bijvoorbeeld, of misschien wat minder gekend, de zangeres zonder naam. Je moet dat maar eens opzoeken op YouTube en daar een liedje van laten spelen. De klefheid en de gevoeligheid die daarvan afdruipt, dat maakt dat het eigenlijk lachwekkend wordt. En hier ironiseert de schrijver Piet Paaltjes eigenlijk ook die romantische gevoeligheid. Dus hij reageert er eigenlijk op door het te ridiculiseren, door het eigenlijk wat belachelijk te maken. En zo, hij geeft commentaar onrechtstreeks op die gevoeligheid binnen de romantiek, waardoor het ironisch wordt, waardoor het spottend wordt. En waardoor hij dat overdreven gevoelige dus in de verf zet. Ja, we komen stellen aan het einde van dat hoofdstukje over romantiek. In het groene kadertje staan nog eens de kenmerken van de romantiek zowat opgelijst. Een echt sluitende lijst kan je daar niet van maken. Natuurlijk, het zijn allemaal elementen die wijzen op het feit dat een tekst of schilderij romantisch kan zijn. Het is niet zo dat aan alle kenmerken altijd voldaan wordt. Dus gevoel en verbeelding spelen een belangrijke rol, subjectief, niet objectief. De kunstenaar voelt zich niet thuis in de wereld, hebben we ook al gezegd uiteraard. De kunstenaar verheerlijkt de natuur. Het verleden wordt geïdealiseerd, aandacht voor folklore, primitieve. Hij komt in opstand, er is een onvervulbaar verlangen naar het onbereikbare, dus die zeenzucht. Een fascinatie voor het angstaanjagende. De kunstenaar ervaart een verlangen naar het bovenmenselijke, het mystiek ongrijpbare, God en godsdienst. En de taal van de romanticus is gevoelsgeladen en soms bombastisch ook. Dus een zeer gevoelige tekst. We gaan dat mystiek ongrijpbare, God en godsdienst, gaan we ook merken bij Gezellen. En de romantiek is een auteur die we toch zeker eens moeten behandelen, omdat dat een van de grootste Vlaamse auteurs of dichters is die we gekend hebben. En die dus zeker ook in de romantiek te situeren valt. Ook wel in het impressionisme, maar vooral romantiek. We gaan eens het gedicht Een bonke keerzekind van Guido Gezelle lezen. Je vindt dat in je handboek op pagina 83. Als je je handboek niet hebt, dan moet je daar maar eens op zoek naar gaan op het internet. Dat vind je zeker terug. De vraagjes die je in het achterhoofd zou moeten houden, die staan hier. Dus welke inhoudelijke kenmerken van de romantiek springen in het gedicht duidelijk in het oog? Dat zijn natuurlijk vragen die je ook op een examen kan hebben. Je kan een nieuwe tekst krijgen waarvan je moet aanduiden waarom een tekst romantisch is. Het is een sensueel gedicht, in die zin dat hij het waarneemt met al zijn zintuigen. Zoek daar eens voorbeelden van. Er zit een zekere gedachtegang in het gedicht. Noteer die eens in die tabel. Gaat hij daarbij van het algemene naar het bijzondere of gaat hij van het bijzondere naar het algemene? Als je de tabel hebt ingevuld, dan zou dat moeten duidelijk zijn. Hij maakt op een bepaald moment, heeft het over de natuur, hoe hij de natuur beleeft. En op een bepaald moment maakt hij de sprong naar spiritualiteit, dus naar godsdienstigheid, wat hij daarin ziet. En wat is dan die spirituele boodschap van het gedicht en waar maakt hij die sprong? En die uitbundigheid waarmee hij de natuur beschrijft, doet hij dat ook, of realiseert hij dat ook met bepaalde vormelementen die dat onderstrepen? Kan je dat eens onderzoeken? Dan gaan we dat straks bespreken. Voilà, we gaan eens het gedicht bespreken. Dus welke inhoudelijke kenmerken van de romantiek springen in dit gedicht duidelijk in het oog? En legt dat eens toe? Ja, het gaat vooral over een gevoel van euforie, omdat hij dus die bonkekeersen, die tros met kersen heeft. Hij is dankbaar omwille van de rijkdom van de natuur. Misschien ook dat hij zeer uitbundig is omdat hij het gedicht opdraagt aan Eugène Van Nooijen.
daar is al heel veel over geschreven, over het feit dat hij gedichten schrijft voor zijn leerling. U zei van, oh, je was een leerling van hem. En een aantal mensen zien daarin de homoseksuele neigingen van Guido Gezelle. Ja, er valt iets voor te zeggen natuurlijk. Als je gedichten schrijft voor een mannelijke student van u. We zullen zien dat die avond en de rozen ook al opgedragen zijn van nooit. Dus je had daar echt wel een heel nauwe band mee. Dus die euforie, dat gevoel, zit er zeker in. En ook de fascinatie voor de natuur en ook het spirituele dat die in de natuur zit. Dus de natuur als spiegel van God. De natuur als symbool van het ideale waarin je kunt vluchten. De natuur als vluchtoord, dus waar je tot rust komt. Dat is zeker romantisch. Het is een echt sensueel gedicht. Gezelle neemt waar met al zijn zintuigen. Ja, daar kan je heel veel voorbeelden van vinden. Visueel zit er zeker vaak in woorden als blinken, bol, als ze vol sap zitten, ze wiegelen in de wind, het gouden licht. Noemt hij dat allemaal visueel natuurlijk. Auditief zit er zelfs ook in, want die bonken keersen praten blijkbaar. Dus hij ervaart daar zelfs iets auditiefs aan. Smaak zit er natuurlijk ook in. Zoet is een woord dat een aantal keer gevallen is. Rijk, geniet ervan. Dat zijn allemaal smaakadjectieven of werkwoorden. En dan tactiel, dus de tastzin, zit er zeker ook in. Nee, ze wegen zwaar, ze gloeien. Spreekt ook van de lauwe wind. Dus hij ervaart eigenlijk de hele natuur met al zijn zintuigen. En daarom zou je het ook wel kunnen zeggen dat het naar impressionisme neigt. Maar dat gaan we later zien, die stroming. Het heeft een zekere opbouw. Het gedicht, vers 1 tot 10, gaat eigenlijk over de beschrijving van een rijpe tros kersen. En dat is de aanleiding van zijn gedicht, gewoon de beschrijving ervan. Maar dan van 11 tot 26, die kersen spreken de ik-figuur aan, de dichter aan. Ze willen geplukt worden en de dichter plukt ze dus ook. En dan vers 27 tot 48 is er een oproep van de dichter aan de lezer. Dus daar verandert het standpunt. En hij zegt aan de lezer, wees God dankbaar voor al het moois in de schepping. En wees daarin kinderlijk als het meest bescheiden schepseltje. Dus je moet nederig blijven, moet bescheiden blijven. En wees alsjeblieft dankbaar voor die natuur die toch wel de schepping van God is. Of voor die al het moois in de schepping dat God gegeven heeft. En dan 49 tot 64 breidt hij dat uit. Hij dankt God om de gehele schepping, het licht, het leven, zien, horen en alles. Het gaat niet meer alleen over die natuur, maar om alles wat met de hele schepping te maken heeft. En dan in de laatste regels keert hij enerzijds terug naar het begin. En anderzijds geeft hij een samenvatting zo van het hele gedicht. Dus gaat de gedachte van het bijzondere naar het algemene of omgekeerd? Ja, het gaat van het bijzondere naar het algemene. Een van de troskersen eindigt hij bij God, die de schepper is van het heelal, van de hele natuur. Het gedicht ontwikkelt zich ook van het bijzondere naar het algemene. Dus dank voor de kersen en dank voor God op het gebied van die dankbaarheid. En het eindigt dus met een samenvatting. Hij dankt God. Dus er zit inderdaad wel een weloverwogen opbouw in dat gedicht. De vormkenmerken die gezellig uitbundige gevoelens onderstrepen, ja, die langgerekte, ononderbroken vorm, herhaling van korte zinnen ook, die uitroepen die erin zitten, die typografie die erin zit, ook die vrije versen bedoelen we daarmee, dus die korte versen die niet aan regels gebonden zijn, maar het is precies alsof hij heel uitbundig, heel spontaan aan het woord is. En er zitten heel veel alliteraties in ook in, woorden die met dezelfde klank beginnen en ook veel assonanties. Woorden die met dezelfde klinker gevormd worden. En ook veel, en dat is niet toevallig, veel S- en Z-klanken die dat sappige van die kersen proberen te suggereren. Ja, ook de tros kersen die als sprekend voorgesteld worden, zijn zodanig gefascineerd dat hij ze zelfs hoort spreken. Dus waarom een romantisch gedicht? Dus vooral omwille van die fascinatie voor de natuur en dat spirituele dat ermee gepaard gaat.
een beroemd gedicht van Guido Gezelle is Die avond en die rozen, De avond en de roos dus, dat je vindt op pagina 84 of op het internet. Lees dat ook eens en probeer ook eens die vraagjes al te beantwoorden individueel. En dan kom ik straks terug. Die avond en die rozen dus van Guido Gezelle, opgedragen aan Eugène Van Nooyen. We gaan eens de vraagjes bekijken. Welk vers vertelt iets over de aanleiding van dit gedicht en tot wie is het gericht? Het staat erboven natuurlijk, het is aan de voorgaande, dat is ook Eugène Van Nooyen dus, een leerling van hem die leerling van hem was dus toen hij les gaf in het klein seminarie van Roeselare, waar hij de poëzieklas onderwees, dat is het vijfde jaar, dus het jaar waarin jullie nu zitten, en waar toen ook al qua literatuur de geschiedenis van de poëzie gegeven werd, vandaar poëzies. En blijkbaar had hij een heel intense relatie met die leerling, want ze wisselden met elkaar gedichten uit. Dit gedicht is geschreven dus eigenlijk naar aanleiding van een bezoek van Eugène Van Nooyen aan hem op de avond ergens in 1858, dus in volle romantiek. En op dat bezoek moet hij dus blijkbaar van Eugène Van Nooyen de roos gekregen hebben die in zijn revers zat of zo, of hij had bewust een roos mee en heeft die aan Guido Gezelle geschonken. Er is natuurlijk heel wat geschreven, heb ik al gezegd, over die relatie met Eugène Van Nooyen. Maar dus feit is dat die twee wel heel goed overeenkwamen. En welk vers zegt daar nu iets over? Ja, dat is vers 17 tot 20. Nog nooit een bloem zo schoon van u gezocht, geplukt, gelezen als die avond blonk op u en mocht de mijne wezen. Dus hij kreeg die bloem, die roos, heeft hij van Eugène Van Nooyen gekregen. Hij is daar heel gelukkig mee natuurlijk. Gaat hij hier van het algemene naar het bijzondere of omgekeerd? Ja, hij gaat van het algemene naar het bijzondere, naar het specifieke. Want hij begint over, ik heb menig uur bij u gesleten en genoten en menig bloem voor u gelezen. Dat lezen, dat heeft een dubbele betekenis natuurlijk, waardoor ook bloem een dubbele betekenis heeft. Daar komen we straks op terug. Maar hij gaat dus inderdaad van het algemene naar het bijzondere. Van menig uur naar die ene avond en van menig bloem naar die ene roos die hij van Eugène Van Nooyen gekregen heeft. En wat is dan die betekenis van het woord bloem of roos? Ja, dat is letterlijk de roos die Eugène Van Nooyen hem gaf, dus die op hem blonk en mochten de mijne wezen. Maar figuurlijk is het ook een gedicht. Hij heeft menig bloem met hem gelezen. Gelezen krijgt ook de betekenis van echt letterlijk lezen, terwijl het ook sorteren kan betekenen. Maar dus die menige bloem, zijn die menige gedichten die hij met hem besproken heeft. Hij heeft er honing uitgedronken, dus hij heeft genoten van die gedichten die hij met Eugène Van Nooyen samen kon bespreken. Dus die honing eruit drinken is echt genieten van die momenten dat ze samen gedichten konden bespreken. Hij heeft er, lijk een bie met u, er honing uitgedronken, dus ze hebben die gedichten tot zich genomen. Dus wat zou de betekenis kunnen zijn van en sprak tot u wat onze zielen weten? Ja, de sfeer van het gesprek was blijkbaar heel intiem, heel persoonlijk en is geheim gehouden. Dus zij hebben daar met elkaar dingen besproken, blijkbaar die enkel door hen geweten zijn. Dus het was een grote zielsverbondenheid tussen die twee. Of het over het randje was of niet, dat laat ik in het midden. Maar ze hadden alleszins een gemeenschappelijk geheim. Dingen die ze met elkaar gedeeld hebben, die voor niemand anders bestemd waren. Welke romantische thema's vind je in dat gedicht? Ja, dat is niet zo moeilijk. Die stroom van gevoelens die eruit naar voren komt natuurlijk. Die euforie, die innigheid ook. Dat, ja, dat gevoelige dus, hè. Maar ook de nostalgie natuurlijk naar die avond die hij heeft en die hij beleefd heeft met Eugène Van Nooyen en die nood om daar terug te zijn. Hè. Ook de vergankelijkheid zit er eigenlijk ook in. Tegenover het verleden willen vasthouden, het leven dat voorbij gaat en hij heeft heimwee, dus zeenzucht naar dat moment. En de natuur uiteraard ook weer, die bloem die zo ja, een immens intense betekenis voor hem
krijgt. En die ook symbool is van het gave, het zuivere, misschien zelfs het spirituele. Er zit heel wat tweeledigheid in dat gedicht. Dat is heel opvallend en dat maakt ook dat het zo vlot leest en dat het zo... Ja, eigenlijk zit het wel prachtig in elkaar. Het zijn om te beginnen verzen van twee regels. Men noemt dat een distichon, in het meervoud distiga. Dus verzen van twee regels. Het rijmschema is afwisselend, mannelijk of vrouwelijk. Dus dat eindigt afwisselend op een beklemtoonde lettergreep en op een onbeklemtoonde. Bij u genoten. Dus dat zijn afwisseling mannelijke en vrouwelijke rijmen, ook wel staand en liggend rijm genoemd. Het metrum is een viervoetig jambe. Tati, 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 tati. Dus dat zorgt ook voor een bepaald ritme in het gedicht, maar dat is ook tweeledig. Zinsbouw. Er zitten heel veel herhalingen in, veel nevenschikkingen, veel parallelismen. Menig, menig, uur, bij u, enzovoort. Dus in al die dubbelvormen, ja, dat maakt dat het gedicht tweeledig is. Ja, dat is het. En geef voorbeelden van opvallende alliteraties en assonanties. Ik heb ze net genoemd. Welk gevoel bereikt hij ermee? Ja, het is weemoed. Het is de herinnering aan die avond en het verdriet om het gemis ook. Als je de vertaling van die avond in die roze op de volgende bladzijde eens leest, dan zie je dat de vertaler daar kiest voor toi in plaats van vous om te vertalen. Hij zegt, et jamais une heure avec toi. Voortdurend dus avec toi. Waarom is dat goed gekozen? Daar bestaan theorieën over. Die toi zou beter geschikt zijn, omdat dat ook de kusbeweging weergeeft. Als je vous zegt, dan klinkt dat niet als een kus, terwijl toi, daar tuit je je lippen voor. En dat suggereert natuurlijk ook de homoseksuele gevoelens van Gezelle voor zijn leerling. Het gedicht bulkt ook van de o's en de u's. Je moet het maar eens lezen. En daarbij tuit je altijd maar je lippen. Dus dat is heel suggestief ook. Je ziet daar ook in de cursus trouwens een foto van Eugène van Nooijen, die zelf dus ook dichter was, uiteraard. Voilà. Dan zijn we klaar met het stukje romantiek. Maar we hebben nog een andere bril waardoor we naar de werkelijkheid kunnen kijken. En die beschrijven, zij het al dan niet literair, en dat is de bril van het realisme. Lees eens in je boek op pagina 91 het fragment uit De Biezenstekker van Cyril Buysse. Als je je boek niet bij hebt, dan zal je het moeten zoeken op internet. Ik weet niet zeker of je dat fragment zal kunnen vinden, natuurlijk. Ik ga eens de beginregel geven voor mensen die het boek niet bij hebben. En dat is, ditmaal, en hoewel Rosten Tjeef niet dodelijk gewond was, werd Kloet tot 5 jaar gevangeniszitting veroordeeld. Lees eens dat fragment en dan komen we straks terug voor de vraagjes. En dat is dan de afronding van deze les. Voilà, dus een fragment uit het werk van Cyril Buysse om eens tegenover die romantische teksten en kunstwerken een realistisch en zelfs naturalistisch stuk daar tegenover te stellen. Naturalisme is eigenlijk een ver doorgedreven realisme. We gaan straks zien wat dan die kenmerken zijn. Ik ga eerst even de vraagjes met u delen. Voilà. Met welk beeld van vrouw Kloet ben je het eens? Dat is natuurlijk een subjectieve vraag. Is ze een slachtoffer van de levensomstandigheden? Van wat is ze eigenlijk een slachtoffer? Van de vreedheid van haar echtgenoot? Van zichzelf? Is ze verantwoordelijk voor haar vreedheid? Is ze egoïstisch? Wat eigenlijk belangrijk is bij realisme en naturalisme, is die verankering aan het milieu waarin de gebeurtenissen plaatsvinden. Men noemt dat determinisme. En ook het fatalisme dat daarin naar voren komt. Dat is, bij het naturalisme zijn dat twee belangrijke kenmerken. Dus realisme probeert de dingen objectief te beschrijven, maar naturalisme gaat eigenlijk verder. Ze belichten de negatieve kant van de maatschappij. En wat zijn de negatieve dingen? Dat is dat determinisme,
zoals ik al zei. Dus dat vastzitten in een bepaalde klasse en daar niet uit geraken. En dat loopt ook altijd slecht af. Het is niet tegen te houden, maar de rollercoaster leidt altijd naar een negatieve afloop. En dat is dat fatalisme. Dus als je het milieu hier schetst waarin dit verhaal zich afspeelt, dan is dat inderdaad bij de lagere klasse, bij de kleine man, de armoedige klasse, want het gaat over bedelen, het milieu waar er sociale ellende is, waar men hard moet werken, waar er alcoholisme is, waar je een indruk krijgt dat men onbeschaafd is, boertig, waarin men zelfs wreed is op het dierlijke af. Het gaat ook over collectieve personages. Het volk is ook wreed op zich. En het is gewoon heel die klasse die dus onderhevig is aan de factoren die ertoe geleid hebben dat zij tot die klasse behoren. En als ik u zou vragen welke wetenschapper zou dat beïnvloed hebben, die idee dat we aan afkomst en milieu en erfelijke factoren onderhevig zijn, dan zal u ongetwijfeld Darwin antwoorden. En dat is inderdaad het geval. Hè. Het is onder invloed van dergelijke theorieën dat het naturalisme ook die idee van fatalisme en determinisme in zich draagt. Dus een milieu waarin je eigenlijk alleen maar de zwaarte van het leven, de negatieve kant van het leven ziet. En het drama lijkt niet te kunnen worden tegengehouden in dit fragment. Bewijs hoe elk incident een schakel is die de molen in beweging brengt. Ja, dat is inderdaad. Het naturalisme heeft een lineaire structuur, dat wil zeggen. Het loopt eigenlijk recht naar beneden af, zou je kunnen zeggen. En alle dingen hangen aan elkaar door causaliteit. Dus het ene is altijd la cause, de oorzaak van wat erop volgt. En de ondergang is niet tegen te houden. Ik weet niet of je de film of het toneelstuk Het gezin van Pamel al ooit gezien hebt. Dat is, als je tijd hebt en als je zin hebt, moet je die film eens bekijken. Ik kan hem die ook bezorgen als je dat wil. Maar dat gaat ook over een boerenfamilie die afhankelijk is van de baron. Want ze huren hun huis aan die baron. En eigenlijk doorheen het verhaal gaat het altijd maar slechter met het gezin van Pamel, omdat ze uitgebuit worden door die baron. En ook daar volgt de ene gebeurtenis na de andere en leidt dat tot de ondergang van heel de familie. Dus dat drama lijkt niet te kunnen tegengehouden worden. Dat is ook het geval bij de biezenstekker van Cyril Buys. Ja, wat zijn de verschillende stappen? Ja, door het zien van het knaapje trekt Kloet zich terug in stilzwijgen. En vrouw Kloet slaagt er niet in zijn verzet te doorbreken. En daardoor richt ze haar frustratie op Jülken en ze slaat hem. En Jülkens hulpeloosheid en het stilzwijgen van haar man, die drijven haar nog verder, van fysieke naar psychische mishandeling. Ze verwaarloost en ze benadeelt hem, enzovoort, enzovoort. En het zet alsmaar verder aan tot de negatieve spiraal waarin ze belanden. Nu, in het naturalisme is de auteur op de achtergrond met zo objectief mogelijke commentaren. Uiteraard, want het is realisme. En dan blijf je natuurlijk objectief, zo objectief mogelijk. De vraag is of dat in dit verhaal ook zo is. Er zijn een paar uitspattingen hier bij Cyril Buysen. Om te beginnen is het standpunt overwegend personeel. Persoonlijk standpunt, en dat heb je niet zo vaak bij realistische werken. Hij heeft wel een neutrale commentaar. Bijvoorbeeld, hij was vergrijsd en dan vraagt hij verouderd misschien. Hij geeft commentaar, bijvoorbeeld als hij spreekt over, hij zet als een vroeddier op zijn land. In de graad van zedelijke daling tot welke zij geraakt was. Dus hij geeft wel commentaar. En die tussenkomsten zijn zelfs soms emotioneel geladen. Als hij zegt het verworpelingetje van de natuur, ja, dan is dat eigenlijk wel subjectief. Maar het is wel, het stuk is overwegend objectief. Hij probeert de situatie toch zakelijk weer te geven. Waar hij subjectief is, is uiteindelijk om de dramatiek, en dat is typisch voor naturalisme, om die dramatiek dan toch in de verf te zetten. Dus is het objectief 100%? Nee. Dus Cyril Buysen, als rechtgeaarde realist, bezondigt zich, zou je kunnen zeggen, aan toch wat subjectiviteit, maar het verhoogt alleen maar de dramatiek in het werk. En dat is natuurlijk typisch voor naturalisten. Wanneer en waarom gebruikt de schrijver het Oost-Vlaamse dialect in dit fragment?
ja, dialect associeer je natuurlijk met minder opgeleid en met lagere klassen. Dus met onbeschaafdheid, met het beperkte van die klasse. En ten tweede natuurlijk ook om het levensecht te maken. Men noemt dat in literaire termen couleur locale, dus de lokale kleur weergeven. Zo realistisch mogelijk weergeven. Als je dus een dialectische situatie hebt, dan ga je die ook in het dialect weergeven natuurlijk. De verteller spreekt uiteraard Nederlands, maar de dialogen die hij weergeeft zijn dialectisch om die couleur lokaal weer te geven. Ja, dan de laatste vraag, dat kan je zelf eens uitmaken. Wat jij mooi vindt, de auteur kiest zorgvuldig zijn woorden en er zijn er af en toe mooie, trefzekere beschrijvende passages. Daar kan je zeker voorbeelden van vinden, hoewel het natuurlijk in het Nederlands is dat al wat passé is en niet meer het Nederlands van vandaag. Tot slot, realisme en naturalisme. Het staat nog eens uitgelegd wat daarbij belangrijk is. Dat kadertje moet je natuurlijk goed kennen, die termen die daarbij horen. En je moet natuurlijk ook in staat zijn om dat tegenover romantiek te plaatsen. Dus in zowel realisme en naturalisme staan milieuschildering en karaktertekening centraal. Er wordt in dit stuk inderdaad van de Biezenstekker ook heel veel aandacht besteed aan karaktertekening en die karakters. Ja, de functie daarvan is dat die ook bijdragen natuurlijk tot dat fatalisme. En milieuschildering, een mens is onderhevig aan het milieu, is gedetermineerd. Dus realisme beschrijft de werkelijkheid objectief en fotografisch, zoals ze is. En zoals gezegd, de naturalist gaat een stapje verder. Hij bekijkt de werkelijkheid door een donkere bril. De vrije wil van de mens is uitgeschakeld, de mens is gedetermineerd. Dus dat gedetermineerd zijn, denk aan Darwin. Zijn lot ligt vast door erfelijkheid, milieu, opvoeding en de tijd waarin hij leeft. Naturalistische schrijvers zoeken hun inspiratie in de laagste kringen en in afwijkende karakters. Het naturalisme toont bij voorkeur het lelijke, ellende, ziekte, afwijking, perversiteit, etc. Maar wel op een realistische. Dus niet dat occulte zoals we bij de romantiek hadden, dat was daar was het een vlucht naar dat occulte dat geïnteresseerd zijn. En hier gaat het over het fatalisme, het determinisme, het negatieve van de maatschappij hier en nu benadrukken. Dat is het grote verschil natuurlijk. Voilà. Je vindt op pagina 86-87 van uw handboek vind je nog wat informatie over het tijdsbeeld. Ik raad u aan om dat ook eens te lezen, want dat heeft natuurlijk een kader aan die ontwikkelingen. Voilà, daarmee is deze les afgerond. Ik hoop dat je wat hebt kunnen noteren. Het is uiteraard de bedoeling dat je die notities bijhoudt. En ik zal die ook in het leerstofoverzicht opnemen, wat nu eigenlijk belangrijk is en waar je zeker moet opletten. Voilà, dankjewel en hou je goed.